Lied. Einmal ein Wunder geschehen. Alexandra, ja, goeie avond is er weer. Morgen première. Wij mogen daar een avondje eerder komen. Christiane F. Ja, het verhaal kent iedereen toch, maar voor de zekerheid, iedereen die het niet kent, waar gaat het over? Ja, het gaat over een waar gebeurd verhaal. Het speelt zich af in de jaren 70. Een meisje dat in Berlijn woont en eigenlijk op 12-jarige leeftijd verslaafd raakt aan heroïne. En om die heroïne bij elkaar te verdienen, moet ze tippelen. En uiteindelijk gaat het zo ver dat ze er gewoon niet meer van afkomt. Ja. In een notendop. In een nutshell. Ja, je hebt het over Christiane F. dan. Je maakt een doorsteek naar Amy Winehouse, wat je overigens mooi doet, ook qua smink en dergelijke. Wat is het met die? Ja, nee, het komt goed. Maar daarna ga je over naar jezelf. Ja. Nee, om eerlijk te zijn is dat niet mijn eigen verhaal, maar ik vertel het wel. Ik vertel alles in de ik-vorm. Dus ik vertel ook over mezelf. Dat is gebaseerd op een meisje die in de Jelinek-kliniek is opgenomen. Ja. Jürgen Tjonge van de regisseur en schrijver heeft daar geïnterviewd en daar een monoloog van geschreven. En die monoloog die vertel ik als ware ik het zelf ben. Ja. En dan werden 1000 Märchen wahr. En ik weiß, so schnell kan keine Liebe vergehen, die so groß ist und so wunderbar. Nu, ja, Christiane F., het is een heftig verhaal. De drugscene is een heftig verhaal. Hoe heb jij je daarin verdiept? Je kan het net niet zien, maar nee. Nee, ja, hoe heb ik me daarin verdiept? Ja, ik heb natuurlijk het boek goed gelezen en de film gezien. Ik heb zelf niet echt ervaring met drugs, dus ik kan het me alleen maar voorstellen. Ik weet niet hoe het voelt. Maar ja, het script is zo goed geschreven dat ik er gewoon in mee kan gaan. En hopelijk zet ik het geloofwaardig neer. Het is mijn verhaal, of hoe ik het interpreteer. En dat is waarschijnlijk voor iedereen anders. Maar ja, ik probeer de lijn van ik begin de voorstelling als ze 8 is. En ga langzaam totdat ze 15 is en eigenlijk op de hoogtepunt is. Maar die lijn van eigenlijk 8-jarig onschuldig meisje naar die afgrond, dat is natuurlijk heel mooi om te spelen. En daar kan ik ook heel veel spelen. Dus ja, daar ben ik dan weer actrice voor om me daar weer in te leven. Ja. Het verhaal van Christiane F. Ja, zwaar. Wat heb jij met het verhaal van Christiane? Ja, ik heb het natuurlijk voor mijn Duitse lijst gelezen. Toen vond ik het al heel interessant. Toen ik hiervoor werd benaderd, dacht ik alleen maar, ja, dat wil ik heel graag spelen. Omdat het zo'n heftig verhaal is. En ik hiervoor eigenlijk alleen maar leuke musicals heb gedaan. No offense, maar ook heel leuk. Maar ik heb hier wel even wat te spelen. En dat vond ik een enorme uitdaging, ook alleen. Natuurlijk ook eng, maar goed. Dus ik kan me heel goed ontwikkelen als actrice ook. En ik vind het heel tof om iets te spelen, om echt iets te spelen. Ja. We hebben beiden denselben Stern, und dein Schicksal ist auch meins. Du bist mich fern und doch nicht fern, und unsere Seelen sind eins. Wat is nou je tweede keer dat je hem gespeeld hebt? Morgen heb je eigenlijk je première. Hoe is het tot nu toe? Hoe heb je het ervaren tot nu toe? Ja, het is toch elke dag weer anders. En het publiek reageert natuurlijk ook anders. En ik praat ook tegen het publiek, dus maar net hoe ze reageren. En vanavond was het een hele leuke zaal en ging het eigenlijk om vanzelf. Maar je staat soms ook in zalen dat mensen misschien niet zo zin hebben om te reageren. Of dat ze denken, ja, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Maar ja, het is elke dag spannend. Maar ik heb alle vertrouwen in morgen, in de première. En met frisse moed ga ik hem spelen. Ja. En je gaat nog het Nederland rond. Hoeveel voorstellingen ga je spelen tot nu toe? Dat kwam misschien altijd wel bij. Ja, precies. Nou ja, we spelen er ongeveer 20 in totaal. En we zijn al een klein tijdje bezig. En ik speel tot 15 december. En ik speel niet dagelijks. Dus als mensen het echt willen zien, dan moeten ze erbij zijn. Want het is ook snel uitverkocht. Het loopt gelukkig heel goed. Maar we toeren inderdaad tot 15 december. Dus als mensen het willen zien, moeten ze er snel bij zijn. Daarom bid einmal eine Wunder geschehen.
und ich weiß, dass wir uns wiedersehen. Oh, zeker. Ik heb inderdaad wat repetities gehad dat ik zelf ook niet droog hield. Omdat ik ben een actrice die er helemaal induikt. Dus ik kan er ook niet helemaal goed boven staan. Dus ik krijg het nu wat meer onder controle. Maar tijdens repetities heb ik inderdaad het wel vaak moeilijk gehad. Dat het me ook inderdaad nog steeds wel, maar heel erg raakte. En dat ik ook eventjes moest huilen en dan weer door. Maar ja, het raakt je wel. Dus ja, dat moet gewoon in je systeem komen. En daar moet je proberen boven te staan. Maar ja, het raakt me nog steeds. Ja. Die so groß ist und so wunderbar.